Een hele goede middag allemaal, kijkers van Shadowx. We zijn vandaag terug met de Full Ham FC Carrière Mode. Yes boys, we zijn terug. We hebben de 200 likes gehaald. Als we op deze aflevering weer kunnen halen, komt er snel ook weer meteen een nieuwe Full Ham aflevering. Dus als we 200 likes halen, ga ik gelijk aan een nieuwe aflevering werken. Zo simpel is het. Dat is het like doel voor dit moment. Voor een aflevering kan het weer anders zijn. Maar we beginnen als eerst met de challenges. Zoals je ziet, Mitrovic heeft 2 van de 20 goals gescoord. En er is er eentje bijgekomen bij de 3 debutanten. Dat komt omdat natuurlijk ons hele grote talent, waar ik de naam even kwijt ben, Salawu, dus zijn debuut heeft gemaakt. Wat een speler is dat, jongens. We gaan nog veel van hem zien. We gaan lekker de training gooien. En hopelijk wordt het misschien wel een geweldige naam van deze career mode. Vraag 1. Wanneer ben je van plan om Salawu zijn basisdebuut te gunnen? Ja, zo snel mogelijk. Gewoon zo snel mogelijk. Wanneer het tegen een slechtere tegenstander moet, zetten we hem erin. Of in de bekerwedstrijd of wat dan ook. Want ik wil niet te veel risico nemen op dit moment. Ik wil eerst in een goede vorm zitten en dan kunnen we een basis laten starten. Vraag 2. Als de samenwerking met Sporting verloopt, gaan er dan nog meer samenwerkingen komen? Geen idee. We gaan zien wat de toekomst brengt. Ik heb geen idee, dus we gaan het vanzelf allemaal zien. Vraag 3. Denk je dat je Stansfield nog lang bij Fulham kan houden? Hij is geblesseerd, maar ik schat een kleine kans. Hij staat op de radar bij Manchester United. En dat is niet de enige grote club. Ook clubs uit de Premier League zoals Newcastle en Everton. Ze hebben Stansfield op hun transferlijstje staan. Dus ja, laten we hopen dat hij gewoon bij Fulham wil blijven en bij gaat tekenen. Maar ik zie het sober in. Ik denk dat hij helaas gaat vertrekken. Maar ik hoop het niet. 16 jaar, 60 jaar omheen is natuurlijk een enorm beest. Maar ik hoop het niet. De speler van de aflevering is geworden Armstrong. Of King Alert. Ja jongens, Adam Armstrong is dus met 2 belangrijke doelpunten na zijn slechte wedstrijd tegen zijn oude ploeg, heeft zichzelf teruggeknokt en 2 doelpunten gescoord. Daarom is hij man of the match geworden. Volgens jullie, shout-out naar FUT Investing 20 voor dit design. Als Brian dit inspreekt, is niet zeker of het zelf inspreekt of Brian, dan ook een shout-out naar Brian's kanaal, link in de beschrijving. Oké, de fanrating en de persrating. Nou, de persrating is op dit moment 79 en de fanrating liet jullie 81, ondanks de nederlaag, omdat ik een groot talent heb laten debuteren. Dat was eigenlijk de voornaamste reden en om zichzelf mezelf weer terug te knokken in die wedstrijd daarna met 3-0 te winnen van Huddersfield Town. Op dit moment moeten wij thuis tegen Millwall en ik weet dat Millwall niet de beste club is. In het echt ben ik erheen geweest, geweldige sfeer, geweldige fans. Maar Millwall staat op de plek 22 met 0 punten. Wat ik dus van plan ben om te gaan doen, is het basisdebuut van onze lage rating speler. Waarom? Omdat ik hem toch wil laten spelen. Hij moet toch die challenge voltooien. En ik denk dat dit de ideale plek is, de ideale wedstrijd is om het te doen op de CAM positie. Zet een beetje iets meer hier. Iets meer CAM. Tierney hier. Kearney hier en Archer staat hier. Voordat ik weet zeggen, ik heb nog een aantal spelers op mijn verlanglijst gezet. Want Archer is dus gehuurd. En omdat het dus gehuurd is, hebben we volgend seizoen weer nieuwe centrale verdediging in het middenveld nodig. Bilic kon ik niet halen. Max Bird vond ik qua zwakke been niet goed genoeg. Dus ik heb Fernandez erop gezet die we misschien kunnen gaan huren van Sporting. Ik heb Doumbia erop gezet die nu nog te duur is. Ik heb Luis erop gezet dat niet echt de verdedigende middenvelder is. Ik heb Gardner erop gezet van de ex-club van Ronaldo natuurlijk, van onze trainer, Manchester United. Pearson heb ik erop gezet. Is er denk ik rond de 74, 75. Is wel te duur. Maar als ze eenmaal wat geld hebben, is hij misschien wel perfect. En ik heb Sunjic, 22 jaar. CVM en het is dus een Kroaat. Maar we gaan eerst proberen Fernandez. Ik heb geen idee hoe hoog die is. En we gaan hem huren. Dus het is eigenlijk hetzelfde als Arthur, ook gehuurd. Maar deze kunnen we altijd kopen. Want hij groeit alleen maar. Ik heb echt geen idee hoe hoog die is. Misschien is hij weer heel laag. Misschien is hij 60 rating. Ik heb echt werkelijk waar geen idee. Maar anders stuur hem gewoon lekker naar de jeugd toe. Naar het jeugdteam. Dat kan natuurlijk ook als hij bij Fulham wilt komen spelen. Dus wat ik hiermee ga doen. Dan laat ik aan jullie. Want ik denk dat na deze aflevering steeds transferperiode is. Moet ik een van die spelers halen? Laat het zeker weten, want ik ga het gewoon doen. Want ja, ik ga vandaag spelen tegen Millwall, tegen Nottingham Forest en tegen Swindon uit. Dus Millwall thuis. Ik ga de opstelling klaarzetten. Dan zien jullie zo de line-ups. Daar gaan we. Fulham
tegen Millwall. Gelukkig spelen wij thuis in Craven Cottage. En niet bij de gestoorde Millwall fans. Die zal vast met een vol uitzak uitvak zitten. Onze opstelling weten we. De opstelling van Millwall interesseert me eigenlijk niet zo heel veel. Het basisdebuut. De eerste van de zeven. Van ons grote talent. Onze nummer 7. Salawu. Oké, hier is Cavalero met zijn snelheid. Is sneller dan Cooper. Heeft toen nog wel moeite om echt langs te lopen. En Cavalero met de eerste. Na 6 minuten staan we op 1-0 voor tegen Millwall. Ja, we weten dat Millwall eigenlijk gewoon een zwakkere club is uit deze competitie. En Cavalero straft het meteen af. Rent er langs als een snelle flankspeler. En hij scoort weer. Cavalero. Wat een beest. De man of the match van de tweede aflevering. De eerste man of the match überhaupt van deze serie. En hij is meteen weer belangrijk met een doelpunt tegen Millwall. Heerlijk. 1-0. Oké, hier is Adam Armstrong. Is natuurlijk enorm snel. Welles is ook niet heel sloom. En daarom heeft hij op het laatste moment nog een beetje moeite. Kap terug. Ik zie hier Salawu. Oeh, die bal komt niet aan. Oké, hier is Harry Arthur. Tom Kearney met de geweldige strooiende passes. Hier weer. Wat een geweldige pass. Hij is er zo goed met zijn linkerbeen. Cavalero, actie naar binnen. Voorzetje. Daar is Salawu. Maar die kan niet koppen. Cavalero, ja, die heeft de bal ook niet meer. Adam Armstrong hier, Salawu. De ruimte weer bij Cavalero is weer weg. Goeie bal van Salawu. Cavalero. Afkappen, actie naar binnen. Daar is Mitrovic en die scoort niet. Salawu vangt nog op. Hier is Kearney, meegeven aan Mitrovic. Die bal komt net niet aan. Zonde. Oké, hier is Mitrovic met een klein beetje geluk. Maar die raakt de bal kwijt. Is een vrije trap, oké. Hier is Kearney achter de bal, de linksboot. Ik zie daar Adam Armstrong ook helemaal vrij staan. Die kan aannemen en meteen maar rechts schieten. Dat was een goed schot. De keeper had alle moeite mee. Een goede variant, maar geen goal. En we hebben de bal nog wel. Meteen door. Hier is Salawu. Mitrovic schiet maar met de voorlie, maar die wordt geblokt. Harry Archer. Tom Kearney. Salawu. Even kijken naar de ruimte aan Mitrovic. Het gaat heel makkelijk deze wedstrijd. Maar Mitrovic zit er niet lekker in. Oké, het is rust. Het gaat heel makkelijk deze wedstrijd. Maar alles wat bij Mitrovic gebeurt, mislukt. We willen misschien te veel focussen op die challenge. Dus ik ga gewoon minder op die challenge focussen. En proberen zelf te schieten met spelers als het kan. Ja, op naar de tweede helft. Okay, de ruimte bij de sterspeler Welles. De sterspeler van Millwall op dit moment natuurlijk. Oké, we onderscheppen hem. Misschien kunnen we op de counter. Rustig hier bij Salawu. De man die toch wel het middenveld beheert, maar ook nog wel wat foutjes heeft. Ja, hij is pas 16 natuurlijk. En al zo belangrijk zijn in zo'n wedstrijd is natuurlijk echt geweldig. Want hij speelt echt best wel goed. En hier Armstrong. Terug naar Salawu. Terug naar Adam Armstrong. Die komt aan. Oh, tweede paal. Nog een keer. Tweede paal. Nee, keeper weer. Oké, Millwall begint een beetje in de wedstrijd te komen. Salawu heeft echt een geweldige wedstrijd gespeeld. Hij is pas 58 rating, maar we gaan echt veel van hem zien dit seizoen. En vooral aankomen in gewoon heel deze carrière mode lang. Wat een speler is dit. Hij voelt zo goed aan, ook al is hij zo laag rated. Omdat hij gewoon zijn dribbelen is goed, zijn weak foot, zijn skill moves. Alles is gewoon fijn bij hem. En aangezien ik iets verdediger ga spelen, ga ik Harrison Reed erin brengen. En dan ga ik Archer zo doen. Want die heeft 5-star weak foot. Ja, iets verdediger om spelen. En dan denk ik dat ik Knockout er nog in zet in plaats van Cavalero. En dan ruil ik die even om met Armstrong. En dan kunnen we hopelijk nog wat creëren. Want Millwall groeit langzaam in de wedstrijd. En heeft hier ook een vrije trap. Dus we gaan die vrije trap even afkijken. Hopelijk komt er geen doelpunt uit. Gewoon die bal wegwerken. Die bal wegwerken, Ayer. Dat is niet helemaal goed. Ze hebben de kans, maar geen probleem voor de rest. Oké, goede bal naar Mitrovic. Snelle, ja, dat is natuurlijk niet de snelste. Ja, Mitrovic is dus niet de wedstrijd van Mitrovic. Laten we het daarop houden. Voor de rest spelen wij niet heel slecht. We hebben genoeg kansen gehad om eigenlijk de wedstrijd definitief te beslissen. Hier is Kearney, rustig naar Archer. Meteen door naar Armstrong, die laat hem lopen. Dat was niet helemaal de bedoeling, maar het komt nog goed. Voorzetje, Archer, die kon niet koppen. Hier is Reed. Kearney met links dan. Goede redding van de keeper. Oh, wat een kansen, maar die bal wil er maar niet in, joh. Arthur Mitrovic, maak hem nu maar af dan. Nee, niet. Weer niet. Het lukt Mitrovic echt niet deze wedstrijd. Onoma komt nog weer voor de captain. Ik verwacht geen moeilijke problemen meer. Kom op. Door een doelpunt proberen te maken. Maar niet uit wie hem scoort. Maar die bal wil er echt niet meer in ineens. Geen idee wat er aan de hand is. Maar het afmaken gaat niet zo lekker. Konkeloos Mitrovic draait goed weg. Nu wel. Weer niet.
Mitrovic. Ja, dit is gewoon echt niet zijn wedstrijd. Ik heb al 6 keer gezegd, maar dat blijkt uit alles. Ook al draait hij altijd goed weg. Nou, oké. Okay. Nou, met veel strijd hebben we de wedstrijd gewonnen. Dik en dik verdiend gewonnen. 1-0. 3 punten zijn binnen tegen Millwall. Het, ja, de bal wilde er niet in. Cavalero, het enige doelpunt. En ook man op de match van deze wedstrijd. Oké, Fernandes is dus voor 2 jaar ingeleed. De eerste speler van Sporting die het eerste van Fulham gaat versterken. Misschien de jeugd, maar we gaan het zien. Ben Pearson is dus 75 rating, precies zoals ik niet gedacht had. En Sunjic is 73 rating, ook wel een leuke speler. Maar ze zijn allebei te duur. We hebben op dit moment dat budget gewoon niet. Dus er moeten eerst wat spelers verkocht worden. Willen wij die gaan halen? Thuis tegen Nottingham Forest. Het enige wat ik kan zeggen is, jullie zien zo de line-ups weer. Daar gaan we dan. Misschien wel de moeilijkste wedstrijd in deze maand tegen de moeilijkste ploeg. Nottingham Forest. Die strijden ook om promotie natuurlijk. Wij willen daarentegen direct promoveren. Nottingham Forest of direct of via de playoffs. Een verrassende naam bij ons in de opstelling. Dat is een debutant. De huurling Fernandes van Sporting Lissabon maakt zijn debuut op de CVM-positie. Arthur was vermoeid en Harrison Reed zit op de bank. Fernandes mag zich laten zien. Ik ben niet benieuwd naar de opstelling, dus meteen let's go. Decatieve Rijt, die dus weer in de baas start. Mitrovic draait goed weg. Maak het af, moeilijke hoek op de paal. Oeh, wat een kans voor Mitrovic. Hij draait er echt geweldig weg. En helaas schiet hij op de paal, maar dit gaat echt een pittig potje worden, jongens. Hier is Fernandes. Oeh, die bal komt niet aan. Meteen onderscheppen, ja, anders wordt de counter. En dit bedoel ik dus. Oppassen voor de counters van Nottingham Forest. Maar ja, gelukkig maakt ze niet veel tempo. Het kan alsnog heel gevaarlijk worden natuurlijk. Maar, Laat ze niet schieten, Ayer. Oh nee, dat is slecht gehapt. Redding van de keeper. Weg die bal. Kearney, wat doe je? Wat een fout van onze nummer 10. Wat een fout van onze captain. Dit is echt een hele grote fout. Dit mag echt niet. Die bal moet gewoon weg. Maar eerst Ayer die flink in de fout gaat. Keeper red. Had gewoon weg moeten schieten. Hij schiet er recht in de voeten. Bij een speler van hun, bij Lolly. En die maakt een doelpunt. Wat een fout van onze captain. We staan achter. Nee, hier gaan ze weer met de counter. Als wij het aanval spelen, gaan we counteren. En dat is echt waar ze goed in zijn. Dat weten we natuurlijk. Maar Matty Cash zit Sammy Emiobi goed op de voeten. Maar leeft ook zo weer in. Wat is er aan de hand vandaag? Adam Armstrong, oké. Kearney maakt je fout goed door Cavalero weg te sturen. Dit is het moment. Kom op, versnellen. Versnellen, je bent sneller dan Worrell. Actie naar binnen. Terugleggen. Hier is Kearney om zijn fout goed te maken. Hij schiet met rechts. Waarom schiet hij met rechts? Oh, als hij met links had geschoten. Nou ja, geen slecht schot voor een eens dan weak foot. Maar waarom schiet hij niet met links? Dan was het misschien een doelpunt geweest. Vreemd. Hier is Cavalero weer. Tom Kearney die zijn fout natuurlijk goed wil maken. Terug naar Cavalero. Naar Mitrovic. Dit moet er worden. Dit keer wel. 1-1. Huppakee. 17 minuten onderweg. En Alexandro Mitrovic met zijn derde van dit seizoen en zijn eerste in de wedstrijd. 1-1. We are back on track. Tierney, goed gedaan, goed gevoetbald, goed driehoekje. Cavalero met de assist. Ja, zo maakt Tierney zijn fout toch goed door een belangrijk te zijn met het doelpunt. En Mitrovic scoort eindelijk weer. Heerlijk. Alexander Mitrovic met de derde van het seizoen. Kunnen we even rust om het doelpunt te maken. Het is bijna rust. Decotiva Wright, de behendige middenvelder. Geef hem aan Armstrong, dat is goed. En de Armstrong mag ver komen terugleggen. Nu Mitrovic, oh goed verdedigd. De Kearney let niet op. Oh, wat een kans voor rust nog. 1-1, we gaan rusten. Hij meteen druk. Fernandes duel winnen. Doet die. Hier is Cissé. Rustig naar Wright. Dat is natuurlijk, kan natuurlijk ook afmaken. Hier is Nockaert. Terug naar Wright. Wright de ruimte, Wright de ruimte. En hij scoort. Ja, lekker. 80ste minuut. 2-1. Decortiva Wright. Of zoiets. In ieder geval Wright met het doelpunt als een middenvelder. En dit is waarom ik op het middenveld heb. Hij is behendig. Hij heeft zoveel dribbelvermogen. Hij heeft zoveel uithoudingsvermogen. Hij heeft alles. Hij is perfecte middenvelder. Hij kan afmaken. Dribbelen. Desnoods kan hij mee helpen verdedigen. Wat een speler is dit. En hij scoort 2-1. Heerlijk. Wat een pittige wedstrijd dit trouwens. Oké, Armstrong op Cash. Cash gaat nog een keer mee. Hij heeft er zin in. Naar binnen. Terugleggen. Hier is Nockaert.
En die maakt nog de 3-1. 89 minuten, de wedstrijd beslist. Anthony knock-out met de doelpunt. Mooi voor hem. Mooi voor hem. Prima gedaan. Matty Cash weer enorm belangrijk. En knock-out. Goed gedaan. Onoma komt nog maar even Fernandez. Fernandez die misschien wel kans maakt op man of the match deze wedstrijd. Zonder grap, wat heeft hij een wedstrijd gespeeld? Rodrigo Fernandez, de huurling van Sporting. En Onoma erin. Oké, Bobby Reed. Meteen door naar Adam Armstrong. Wat een actie. En wat een goal alleen bij het spel. Wat deed Bobby Reed daar? Ik heb het niet gezien. Deed hij achterstandbeen zo? Ik heb geen idee. In ieder geval een zieke paas. Ik ben wel benieuwd eigenlijk naar die paas. Hier, hij krijgt hem meteen. Oh, heerlijk. Zo binnenkant Akka of zo lijkt het wel. Meteen door te pasen. Helaas was bij het spel. Anders was het een mooi doelpunt geweest. Maar scheidsie fluit maar af. De wedstrijd is gespeeld. 3-0 overwinning. 3 punten zijn binnen. In een moeilijke wedstrijd. Het was een moeilijke wedstrijd. Maar uiteindelijk zijn wij de sterkere ploeg. Oké. Okay. Uit tegen Swindon gaan we met het wisselteam spelen. En ja, natuurlijk Stansfield is geblesseerd. Dus ja, ik wil Mitrovic eigenlijk niet laten spelen. Maar we hebben geen andere spits. Ja, we hebben Armstrong. Maar we hebben wel Deportivo Wright, hè. Dit is een optie misschien. Even kijken hoe we dit gaan oplossen. Ik denk dat we dan Wright even naar de spits zetten. Kan Christie links buiten? En rechts buiten? Hij zou het kunnen eventueel. Nou, heel riskant. Maar dan gaat Salahu spelen. Salahu. Dus een tweede basisdebuut. Tussen 2 van de 7. En uit tegen Swindon. Gaat pittig worden. Wij zijn de betere ploeg. Maar ja, we spelen met het wisselteam. En we willen natuurlijk door naar de Carabao Cup. Kom op. 0-3 overwinning. Salahu met doelpunt. Bobby Reed en knock-out. Ja, Reed maakt de kans voor speler van de aflevering. De eerste wedstrijd buiten het veld gelaten. En hij heeft zich teruggeknokt. Met twee belangrijke wedstrijden. Het spijt me, jongen. Het spijt me, Steven Sessio. Oké. Jongens. Jullie mogen beslissen. Moeten wij nog centraal verdedigen in de middenverhaal of niet? En zo ja, wie? 200 likes. Nieuwe aflevering. Dus like. Abonneer. En zie ik je zo snel mogelijk weer met een nieuwe aflevering, jongens. Later, mensen.